De bouwers van vroegere culturen werkten ook niet. Het nuttige werk werd gedaan door slaven. In Nieuw-Babylon wordt het werk ook gedaan door slaven. Dat zijn de machines, de robots, de elektronische breinen. De mens doet slechts creatief werk. In deze film moet je als kijker alles loslaten. Het bestaande vergeten en je laten meevoeren met een plan. Je moet durven dromen. De film gaat over een kunstenaar die niet bang was. Het was een kunstenaar die 20 jaar lang bezig is geweest met het maken van een andere wereld. Een andere samenleving. Dit is een van zijn voorstellingen. Een idee van een stad boven de grond, waar je vrij kan zijn. Er is geen werk, geen macht, geen bezit, geen oorlog. En dit idee ligt opgeslagen in zware kisten in de kelders van het Haagse Gemeentemuseum. Het is de hoogste tijd om ze weer open te maken. Sticker zit er nog op, hij komt net uit Madrid. De gele sector staat hier. En hier staan bijvoorbeeld een aantal kisten, niet allemaal, maar een aantal van Constant, van het Nieuw Babylon project. Er staat ook heel mooi op Reina Sofia. Ze komen dus echt net terug uit Madrid. En daar waren ze natuurlijk de afgelopen maanden. En dan gaan ze over een paar weken gaan ze uit de kist. Dan gaan ze hier op zaal. Dat is ook heel mooi. Dat is ook eigen kist voor object. Dus alle werken die van onszelf zijn, van het gemeentemuseum. Het gemeentemuseum daarna heeft zo'n beetje de grootste collectie. Die hebben allemaal een eigen kist. Daar staan ze dan heel veilig in. Er staat hier ook heel mooi op welk werk erin staat. Sector interieur. Er zijn heel veel goede kunstenaars in Nederland. Maar dit project is zo bijzonder. De impact die het heeft op de internationale kunstwereld was zo groot. En is nog steeds heel groot. Er zijn nog zoveel kunstenaars, ontwerpers, stedenbouwers, filosofen, mensen die met theorie bezig zijn over wonen of over kunst, die continu weer teruggrijpen op dit project. Voor zich zag was een nieuwe toekomst, een nieuwe samenleving. Een samenleving waarin, ook door de ontwikkeling van toen, meer en meer de computer het zou overnemen of de machines het zouden overnemen van de mens en dan op plezierige wijze. Dus de machines zouden het werk doen. Wij hadden tijd om ons met veel betere dingen, serieuzere dingen, interessantere dingen bezig te houden. En dan bedoelt u niet vrije tijd in de zin van we gaan dan lekker sporten alleen maar of winkelen. Hij zag misschien wel de hele wereld, in ieder geval dat Europa zag hij als een plek waar de mens kon spelen. En dat bedoelde hij ook op creatief niveau. Constant, in mijn beleving, is een kunstenaar die totaal niet bang is. Een totaal niet bange kunstenaar. Die durft te onderzoeken, die durft een stap te zetten, die durft verder te gaan. Die het onbekende opzoekt in plaats van wat heel veel mensen hebben natuurlijk. Terugwijken voor het onbekende. Het onbekende is toch ook angstig. Bij Nieuw Babylon zie je een kunstenaar die in idee en in werk die onbekende kant totaal omarmt. Thank you.
De kisten met het werk van Constant Nieuwenhuis zijn dit jaar op reis gegaan. In Madrid is er 10 jaar na het overlijden van Constant Nieuwenhuis een grote overzichtstentoonstelling van zijn Nieuw Babylon. In het Museum voor Moderne Kunsten, Reina Sofia, waren 200 van zijn werken opgesteld in 15 zalen. Zoveel manieren ter hand genomen, schilderijen, tekeningen, maquettes, teksten, dia's, fotocollages, om zo'n idee van die nieuwe samenleving aan ons te communiceren. Ja, dat maakt op mij heel veel indruk dat iemand daar bijna 20 jaar van zijn leven mee bezig is geweest. Dat is eigenlijk de reden waarom ik kunstgeschiedenis ben gaan studeren, om dit soort projecten beter te leren kennen en al die aspecten daarvan te onderzoeken en daar iets van te leren. Het is niet zomaar een museum. Het is het museum waar bijvoorbeeld het beroemdste werk van Picasso hangt. De Guernica. Een aanklacht tegen de gruwel van de Spaanse burgeroorlog. Na de Tweede Wereldoorlog was Constant 25 jaar oud. Hij schilderde experimenteel met een verwantschap aan die Guernica. Verwoesting, oorlog, angst. Nieuw Babylon is eigenlijk begonnen ongeveer in 1956 en de Cobra-periode is ongeveer van 1948 tot 1951. Maar ik vond het heel belangrijk om ook de stappen die hij zet voordat hij tot Nieuw Babylon komt, om die te laten zien. In dat vroege werk zitten al ideeën die later in Nieuw Babylon terugkomen. Verschrikking als inspiratie. Maar na de oorlog was er hoop en optimisme voor een betere samenleving. Constant ging naar Parijs, de stad van de kunsten, en was daar samen met Appel en Corneille. Er was verwantschap, ook met kunstenaars uit Kopenhagen en uit Brussel. En hij was de denker van de club. Hij ging schrijven, hij schreef een manifest, hij was de filosoof. Maar na een paar jaar ging hij verder. Hij begon zijn Nieuw Babylon. Ik zou Nieuw Babylon geen utopie willen noemen. Een utopie is de geïdealiseerde uitdrukking van bestaande opvattingen. Dit zijn de woorden van Constant, die in juli 1920 in Amsterdam werd geboren. Hij studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, maakte in 1945 experimentele schilderijen, reisde naar het buitenland, was in 1948 een van de initiatiefnemers van de experimentele groep in Holland, met Corneille en Appel, schreef het manifest van deze groep, richtte de Cobra-groep op en de Internationale des Artistes Expérimentaux woonde in... Een druk man, daar loopt hij. Niet bang, intellectueel, met goede pen, een groot gelijkheidsgevoel, ondernemer, reiziger, die geen schoonheid najoeg, maar in de samenleving stond van vlak na de oorlog. En in de jaren 50 die wederopbouw. Grootschalig bouwen om in te wonen. De stad groeide in een woonsector, een werksector en een vervoerssector. Alles gescheiden, heel duidelijk en handig. Maar saai. En met zijn saaie geschapen nieuwe werkelijkheid die ontstaan was tijdens die wederopbouw, wist Constant hoe het niet moest. Hij had weer inspiratie.
die hele wederopbouwgedachte en die saaiheid en eentonigheid, dat heeft hem wel aangezet tot zijn hele langzame ontwikkeling naar Nieuw Babylon toe. En dat hij ook heeft nagedacht over het belang van een verenigen van kunstvormen met elkaar om aan een betere wereld te werken. Trudy Nieuwenhuis van der Horst, zijn vierde vrouw, hier in Amsterdam, waar zij samen waren. Zij werd verliefd op de man en zijn kunsten. En nu beheert zij de nalatenschap van Constant. Het was geen mooimakerij. Het was echt serieus dat hij een betere wereld en een levendiger wereld wilde bouwen. Waar de spelende mens centraal zou staan en de creatieve mensen. Al in zijn manifest in 1947 schreef hij het belang van de creativiteit voor iedereen. Voor het hele volk, weet je. Dat iedereen creatief zou zijn. En iedereen had creativiteit. Nieuw Babylon is de stad van het spel, van het spel als levensstijl. Iedereen is er creatief, de een meer, de ander minder. Maar er zijn geen passieve toeschouwers, alleen actieve spelers. Maar hoe zie je dan een stad waar alleen maar gespeeld wordt en waar niet meer gewerkt wordt? De bouwers van vroegere culturen werkten ook niet. Het nuttige werk werd gedaan door slaven. In Nieuw Babylon wordt het werk ook gedaan door slaven. Dat zijn de machines, de robots, de elektronische breinen. De mens doet slechts creatief werk. Als kind is het leven vrij. Speels, erachteraan gaan. Vol met nieuwe ontmoetingen, verwondering, avontuur. En dan, als vastgegeven bijna, dan houdt het op. School, regels, verplichtingen, werk. En kijk naar de gezichten. Het ziet er niet uit als avontuur. Dit is niet de spelende mens, volgens Constant's idee. De mens zou vrij zijn. En het werk zou door robots worden overgenomen. Ik denk dat er een verwachting was is dat naarmate de technologie verder gaat, dat mensen ook wel echt helemaal niet meer zou hoeven werken. Of in ieder geval een stukken minder dan voorheen. Nou, dat is duidelijk niet uitgekomen. Dus in die zin zitten we echt heel ver van de dromen van de tijd van Constant Nieuw Babylon. In andere opzichten zitten we er toch wel vrij dichtbij. En we zitten denk ik vrij dichtbij als het gaat ook over de norm van kunnen reizen, kunnen spelen, kunnen beleven, onbekommerd door grenzen, kijken van waar liggen de kansen voor genieten en vrij ontplooiing. Dat zijn wel normen die de samenleving over heeft genomen. Zeker de Nederlandse samenleving blijft daar toch wel vrij trouw aan. Dus in die zin kan je wel echt de manier waarop mensen verwachtingen scheppen over hun eigen leven, nu, dat kun je wel relateren aan de dromen en visies van Constant Nieuwenhuis. Historicus James Kennedy schreef een boek over de jaren 60. En volgens hem was er in die tijd een sfeer en een klimaat in de samenleving dat veel raakvlakken had met het Nieuw Babylon van Constant. Hoe techniek het leven van mensen verandert en vooral bevrijdt, is niet iets dat uniek is aan Constant. Zijn eigen specifieke visie, hè, dus een soort van de toekomst zal een plaats zijn waarin mensen geheel bevrijd zal worden van werk. Dat was een hele radicale visie en dat was dan ook een hele eigenzinnige visie. Dus in die zin onderscheidt hij zich wel van wat de meeste toentertijd zeiden. Robots nemen het werk over. En de mens hoeft niet meer. Hoeft niet meer elke dag naar het werk. De mens kan rondreizen, spelen, op avontuur. In een wereld of in een stad die hij zelf steeds weer kan veranderen.
Dit is ontwerp voor een zigeunerkamp. Dat heeft Constant in 1956 gemaakt. En dat is eigenlijk naar aanleiding geweest van het feit dat hij in Alba is geweest, een aantal maanden voor een conferentie. En daar zag hij hoe de zigeuners leefden. En die zigeuners maakten een enorme indruk op hem. Want de president van de zigeuners heeft wel eens gezegd, wij zijn een volk zonder grenzen. Dat sprak hem enorm aan. Alleen hij zag wel dat ze in erbarmelijke omstandigheden leefden. Hè? Dus hun hygiëne was niet goed. Hè? Dus ze hadden niet de omstandigheden die hij vond dat ze moesten hebben. En samen met een vriend van hem heeft hij toen een voorstel gemaakt voor een architectuur, een soort portable architectuur, die zij overal ter wereld zouden kunnen gebruiken om hun leven dan toch op een goede manier, op een prettige manier te leven. Dus toen kwam hij terug in Nederland en toen heeft hij er een maquette van gemaakt. Dus dat reële voorstel, dat is eigenlijk kunst geworden. En dit wordt wereldwijd eigenlijk gezien als het beginpunt van Nieuw Babylon. Constant ging als schilder van de muur af. Hij ging al vrij snel de lucht in. Hij ging bouwen en hij gaf vorm aan zijn ideeën voor die andere wereld. Met ruimtevaart, met stellages, sectoren. Nieuwe ideeën van leven in een hele andere vorm. Hij stelt eigenlijk een wereld voor wat een soort netwerk is. Dus het concept stad bestaat bijna niet meer. Het is een soort architectuur op palen. En dat zijn sectoren die op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk een soort wereldwijd netwerk is dat. En dat heeft hij in zijn maquettes als een soort architectuur weergegeven. Maar in feite kun je zeggen dat nu met het digitale World Wide Web dat we zo'n soort wereld hebben gekregen. In feite, waarin iedereen continu met elkaar in contact kan treden en waar eigenlijk ook geen grenzen meer zijn. Want als jij contact wil met iemand in Nieuw-Zeeland, ja, dat is natuurlijk niet moeilijk. Dat kan via internet en via telefonie en via allerlei automatisering kan dat. Ik ben pas de laatste 4 jaar me in New Babylon aan het verdiepen. En zo ontdekte ik ook door het fotograferen, ontdekte ik dat prachtige kleur- en lijnenspel wat hij heeft in die maquettes. En dat kleur- en lijnenspel ben je zo mooi tegengekomen in die donkere kamer in Reina Sofia. Voor mij is het vooral het een soort erkenning geweest van het feit dat mijn eigen intuïtie, dus het gevoel dat die nieuwe stad, die functionele stad, die stad, laten we zeggen, waarin al die functies uit elkaar gelegd werden, dat dat een verkeerde keuze was, dat dat eigenlijk een anti-stad zou opleveren. Het feit dat Nieuw Babylon er was en dat Constant dit soort gedachten opperde, dat was een soort bevestiging van mijn intuïtie dat ik zelf in de goede richting zat. En dus dat mijn zoektocht naar wat is nou eigenlijk, laten we zeggen, de nieuwe stad, wat zou de nieuwe stad moeten zijn, dat die veel dichter, laten we zeggen, bij de gedachten en fantasieën van Constant zat, dan
al die opvattingen van stedenbouwers en architecten die dus heel erg toch verbonden waren met dat modernisme en met die functionele stad. En die functionele stad vond ik een dode stad. En het mooie vind ik van wat Constant voor mij betekend heeft, is dat hij gaf mij de beelden en hij gaf mij de rechtvaardiging dat de stad een labyrinth mag zijn, dat de stad een avontuur mag zijn, dat de stad onvoorspelbaar is en dat de stad vooral een structuur is waarbinnen mensen elkaar ontmoeten. Adrie Duivenstein is geboren Hagenees en hij was wethouder ruimtelijke ordening in Den Haag. Later directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Wethouder in Almere, lid van de Eerste Kamer. Politiek bestuurder. Constant met zijn avonturen waren voor hem een soort basis in zijn werk en in zijn leven. En zijn huis hangt vol met het labyrisme van Constant. Als ik naar deze print kijk, laten we zeggen de persoon die dit labyrinth binnenstapt. Ja, die heeft absoluut geen idee waar die... Ik bedoel, je kan er niet doorheen kijken. Je weet niet wat bij die volgende trap en in die volgende ruimte, wat daar staat te gebeuren. Dus je stapt als het ware, bijna letterlijk en figuurlijk, stap je het avontuur in. En de ene keer is dat het avontuur van het leven, de andere keer is het avontuur van de stad, de andere keer is het avontuur van een baan. Of van, dus dit, het is altijd weer iets van, je neemt de beslissing om, als het ware, een risico te nemen om het avontuur of de uitdaging of de ambitie aan te gaan. En ja, je stapt dus in die onbekende ruimte, maar dat doe je met vertrouwen. Den Haag. Den Haag eigenlijk als Nieuw Babylon realiteit is. Hè? Want onder dit rode gecreëerde netwerk, daar zien we de originele plattegrond van Den Haag. En Constant heeft ook altijd gezegd, ja, het oude dat laten we bij het oude. Ik zet gewoon palen neer en op die palen daar bouw ik aan een groot netwerk. En op deze manier heeft hij dat inzichtelijk willen maken, hoe hij dan die stad voor zich ziet. En ik vind dit wel een hele concrete manier om dat te laten zien. Want je ziet die oude situatie en op basis van die oude situatie ontstaat eigenlijk die nieuwe wereld. De nieuwe stad. Er bovenop in lange lint aaneengesloten aan elkaar, waar je kan reizen zonder grenzen. En ook nog eens je eigen sfeer kan creëren. Je kan naar de speelkamers, ontmoetingsplekken, geurruimtes, erotische kamers, het licht aanzetten, het licht uitdoen, de temperatuur bepalen. Je kan reizend avonturen in een steeds nieuwe ruimte. En spannend. Of is het eerder dolen in een technologische robotwereld die de moeder aarde heeft overwonnen? Ben je in de wereld van Constant geweest, dan kijk je anders naar de stad. Je kijkt omhoog en overal zie je ideeën en voorstellen van Constant. Soms een maquette, soms iets nieuws, op oud, stijgers, een paal, een schuine lijn. Je kijkt toch anders naar de steden van Europa. Je ziet oude kernen, je ziet verdichting, maar je ziet ook soms nieuwe mogelijkheden. Dit is Winnie Maas,
Iemand die ook in de wereld van Constant is gedoken. Hij is van oorsprong landschapsarchitect, urbanist. En hij is de M van architectenbureau MVRDV uit Rotterdam. En dat bureau bouwde bijvoorbeeld in Madrid de Mirador, in Rotterdam de Nieuwe Markthal. En ze zijn initiatiefnemers van de tijdelijke trap bij het station in Rotterdam. Elke 10 jaar vindt Rotterdam zichzelf uit. Dat levert een soort schoonheid op, omdat het gepaard is gegaan met respect voor elke laag. En je kunt zien dat er een soort dialoog op gang gekomen tussen elke generatie van gebouwen. Dat maakt Rotterdam spannend. En Rotterdam is denk ik ook een van de plekken die die verandering omarmt. Die stad is nooit af, dat is een cliché, maar aan de andere kant bereidt het zich constant voor op een bijgestelde situatie. Nou, wat is nou dit tijdsgevricht? Rotterdam herstelt soms van zijn lege gebouwen. Rotterdam maakt de flinters tussen de gebouwen, vult die met een flinterprogramma, zoals ik het noem. En ja, dan is de volgende stap natuurlijk de volgende laag. Dan moet je ook iets aan op de daken gaan doen. Dus je sorteert voor hier in deze stad op een verdere invulling van die verdichting. Meer woningen, hopelijk ook gewoon fabrieken erin en boerderijen erin. En dan helpt zeg maar, dat idee dat je die daken gaat ontsluiten om nog meer capaciteit te bieden. Deze stad is daar helemaal geschikt voor. Dus vandaar ook het woord tweede opbouw. Na de eerste wederopbouw naar die tweede, om de volgende laag aan te worden. De lucht in. En dan niet alleen in Rotterdam, maar overal boven de grote steden van Europa. Die vaak zijn dichtgeslipt rond historische kernen. En als je dan kijkt, dan zie je het. Je ziet het voor je, hier in Antwerpen. Nieuw bovenop oud. Of bijvoorbeeld Spanje, Madrid, waar de mens vrije tijd heeft. Met zijn hoge werkeloosheid lijkt het wel of die mens al besloten heeft om te gaan spelen. Hier aquarelleerde hij en op deze plek. Hier zie je nog zijn kommetjes met opgedroogde verf. En de sponsjes, alle tools die hij gebruikte. Ik heb helaas dingen afgewassen. Heb ik nu wel spijt van. Ja? Ja, dit is toch prachtig om zo die deze kommetjes met opgedroogde verf. Constant zei, maak het niet romantischer dan het is. Het is heel moeilijk om een totaal wit doek, omdat de eerste veeg kan al fout zijn, weet je. Dus het is een enorme strijd om te schilderen, om het wezenlijke naar buiten te brengen. Om tot echte essentie te komen. En hij pelde ook een schilderij af tot de essentie. Je kon ook zien, want hij wilde, het suggestief is heel belangrijk, weet je, om mensen zelf het schilderij te laten invullen. Dus hij pelde af, zodat je de mensen zelf, ook de creativiteit en mensen aanboort. Thank you.
Dat is onze huwelijksfoto. Hij was wat ouder, hè? 21 jaar, ja. Ja. Heb je dat wel eens vervelend gevonden? Helemaal niet. Ik zei tegen mijn vriendin, wat geweldig om een oudere man te hebben. En ik vond het geweldig. En hij was voor mij, ik vond het een prachtige man om te zien. En ik noemde hem mijn Adonis. Dit is zijn Ramirez-gitaar. Dat was zijn mooiste gitaar. Hij speelde prachtig flamenco-gitaar en ook cymbaal. Iedereen kon die begeleiden. Hij kon fantastisch, had een absoluut gehoor. Kon alles spelen. En dat werden allemaal muzikale festijnen. Echt geweldig, geweldig. Nee, het was met hem... Ik bedoel, het eerste wat ik miste was zijn spel. Na een bezoek aan de weduwe lijkt het wel of Constant tot alles in staat was. Hij was schrijver, muziekmaker, schilder, bouwer. Het enige waar hij zich niet aan waagde, was sport. Niet zo gek dat hij het aandurfde om de hele samenleving te veranderen. Deze studenten op de campus in Utrecht maken vrolijk muziek. Maar het is wel 2016, geen jaren 60. En ze hebben net een tentamen gedaan om een diploma te halen, want ze moeten straks aan de baan. Constant Visies heeft heel veel te maken met een soort optimisme over de toekomst die in de jaren 60 zag. Inderdaad, de oorlog was voorbij. Het leek inderdaad dat misschien ook de Koude Oorlog wel niet voorbij, maar dat dat wel misschien een beetje zou meevallen. Dat mensen natuurlijk ook wel in één wereld elkaar zou moeten kunnen vinden, want dat was een manier om te overleven. Dat waarschijnlijk zou lukken. En met de welvaart van nu zou je echt een geheel andere toekomst in kunnen gaan. Dat is in ieder geval wat, denk ik, ook de aantrekkelijkheid van Constant's visie mogelijk heeft gemaakt. Belangrijk werk is er weggelegd voor de bouwers van de toekomst. Bij de faculteit bouwkunde aan de TU in Delft zijn drie jonge studenten in Constant zijn wereld gedoken. In het designlab zoeken ze bijna willekeurig naar bouwsels die lijken op Constant zijn nieuw Babylon. Het deed me eraan denken omdat in Constant zijn wereld is eigenlijk ook alles verhoogd. Alles is op een ander niveau geplaatst. En ja, dat heb je hier eigenlijk ook. En je kunt er heel goed doorheen kijken. Het is heel goed te zien dat er allemaal verschillende niveaus zijn. Maar dat het eigenlijk het grondvlak niet echt een hele grote rol speelt in de wereld. Ik vind het wel makkelijk door alles op te tillen en een constructie toe te voegen. Mm-hmm. Schep je hele eigen context. Mm-hmm. Dus daarmee doe je af van alles wat daar beneden is. Ja, precies. Hij moet haast ook wel met al zijn ideeën. Dat kan hij nooit hier tussen proppen. Waar moet dat? Ja. En door er boven te staan kan hij alles opnieuw doen. En kan hij die hele stad opnieuw inrichten. Terwijl als je hier in Delft of waar dan ook in Den Haag of in Amsterdam... Je kan natuurlijk niet opeens die hele stad overal tussen kleine wegen je omhoog werken. En door het helemaal erboven te tillen, kan je gewoon helemaal opnieuw beginnen. En heb je een nieuwe blanke ondergrond. Ja. Ik was altijd getriggerd door die maquettes die je maakte in eerste instantie. Omdat dit soort heerlijke knutseldingen waren. Gewoon, en hij paart in die knutseldingen. Aan de ene kant het gevoel van, ik kan het zelf van maken. We doen een... Allemaal, je mag het ook invullen, van informaliteit met iets wat verantwoordelijkheid is. Namelijk het ook iets wat grootser is.
Hij gebruikt letterlijk zeg maar, die knutsels, die knutselende mensen, om meer capaciteit aan de stad te geven. Door erboven te bouwen. En hij, of door meer landschappen eronder te laten permitteren. Als jouw buren vinden dat het van jou, van hun is, hun stuk land, dan vind jij dat jouw stuk land van jou is. Maar als zij willen delen, wil jij denk ik ook delen. Als maar iedereen het doet en iedereen zich dat dan loslaat, dat je denkt dat het zou best kunnen werken. Ja, maar de vraag is of iedereen dezelfde collectieve gedachten kan hebben, ja, überhaupt, of dat mogelijk is. Ja. En of je dan niet toch gaat toe-eigenen. Mm-hmm. Ik denk dat we al steeds socialer worden. Mm-hmm. Iedereen heeft zijn eigen flatje en zijn eigen voordeur en dat het steeds meer geschakeld wordt. We krijgen steeds meer gemeenschappelijke woonruimte. Mm-hmm. Ouderen zijn alleen, die willen ook elkaar ontmoeten. Als je dan nog een stap verder gaat, dat je ook tussen gebouwen kan gaan ontmoeten en daarna in een stad. Met hem zou ik echt wel gewoon op een camping willen gaan staan en dan gewoon 3 weken gewoon lang luisteren naar zijn verhalen. En af en toe zeggen van maar nee toch. En dan weer gewoon een half uur luisteren naar waarom wel dan toch. Want volgens mij heeft hij echt standpunten waar hij echt over na heeft gedacht. Ja. Tot zo in zulke verre details. En, ja. Is het een kans om de samenleving een andere wending te geven aan de hand van de details van Constant en zijn gedachten over die andere, misschien betere samenleving, met andere machtsverhoudingen en vol van vrije tijd? Ik zie het echt nog als een reactie op een statische samenleving, op een samenleving waar orde en netheid zegeviert, waarin alles voorspelbaar is, waarin de burgerlijkheid centraal staat, waarin het onbekende wordt afgewezen, het experiment eigenlijk niet is toegestaan. Terwijl het leven natuurlijk in essentie toch gewoon de zoektocht is. Het is toch gewoon... Je hebt absoluut geen idee op het moment dat je daarin staat wat de komende tijd gaat brengen. En met die onzekerheid moet je leven. Voor mij is dat wat hij voor mij vertegenwoordigt. En vooral dat je dus die zoektocht ook mag maken en ook moet maken. En op het moment dat je dat niet doet, dan heb je eigenlijk jezelf, dan heb je eigenlijk al een beetje het einde van je eigen leven vormgegeven. Ben je eigenlijk al gestopt. Nou, dat zijn we niet van plan. Dus dat is natuurlijk het interessante. Dat is natuurlijk het interessante ervan. Gewoon na iedere dag begin je weer opnieuw. Nieuw-Babel is eigenlijk een ontwerp voor een nieuwe cultuur. Ik kan vertrouwend op de werkelijkheid en op de logica een stad ontwerpen die bereikbaar is. Wanneer de mensen geen oorlog maken, maar hun middelen in een positievere zin aanwenden. Is het zijn droom of was het zijn waarschuwing? Dat is een vraagteken die ik graag aan de historici nog wil voorleggen. Is voor een deel werkelijkheid. Meer middenklasse, meer onze leisure products zijn everywhere. Op onze iPhones, op onze, in het werk, al onze kantoorgebouwen zijn omgevormd in soort lounges. En onze steden doen dat eigenlijk ook. We reiken nu bijna, zijn we aan dat moment van de spelende mens bereiken, dat absolute leisure. Alles is bijna doordrenkt van het genot. Hele prettige kanten, misschien zelfs ook hele productieve kanten. We hebben ook een grotere leisure-industrie. En misschien kunnen we ons werk ook nog beter daarmee doen. En we zijn daardoor misschien wel socialer en humaner, hopelijk. Dat is dan misschien al een beetje bewerkstelligd. Aan de andere kant is er ook een waarschuwing. Namelijk ja, en dat gaat maar door. En als we dan alleen maar leisure hebben. Het toppunt van leisure, vrije tijd, blokkeert het historische stadsgezicht van Antwerpen. Het is de wereld. 165 rijke echtparen wonen op dit schip, The World. En ze reizen over alle wereldzee. Hun vaste woonplaats is die wereld. Hun schip is het avontuur. Het klinkt een beetje als nieuw Babylonisch reizen. Er is één verschil.
Het schip De Wereld is niet van iedereen. Het is van die 165 rijke echtparen. Dit is een deel van een deurenlabyrinth. Dat is opnieuw een reconstructie van een labyrinth dat Constant in 1974 heeft gemaakt in het gemeentemuseum. En voor hem was het een soort symbool van het einde van Nieuw-Babylon. En hij zegt dan ook van, nou, ik geloof nog steeds dat het realiteit kan worden, maar ik denk wel dat er nog een hele lange periode van onzekerheid en destructie en oorlog aan vooraf moet gaan. En voor hem is dit deurenlabyrinth is daar het symbool van. Omdat in een deurenlabyrinth is het centrale gevoel van de mens die daar loopt natuurlijk ook onzekerheid. We hebben een hele mooie lege gele. Ik zie dat die kranten, afdruk van kranten, er doorheen werkt, verwerkt. Dit is zo'n beetje op het einde van Nieuw-Babylon, 73. Het wordt heel leeg. Je kan bijna zeggen dat de architectuur aan het verdwijnen is. Aan het eind van zijn Nieuw-Babylon-project, zo rond 73, 74... kwam het idee bij Constant wel van dat Nieuw-Babylon, waar hij toen hij er ooit aan begon nog heel hoopvol over was, van dat is binnen handbereik, daar werd hij toch sceptischer over. Hij dacht toch van ja, dat kunnen een volgende generatie misschien bereiken, maar ik ga het niet meer meemaken. In deze periode komt hij eigenlijk, je zou kunnen zeggen stakkerig wijzer, tot de conclusie dat mooie ideaal waar ik van droomde, dat is nog te ver weg. De onzekerheid is ook nu, dichtbij, in Europa. Volkeren op drift, vluchtelingen, oorlog in het Midden-Oosten, religies die botsen. En zo was het ook in de jaren 90, tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Constant was gestopt met Nieuw-Babylon. Hij schilderde weer. En hij schilderde de mens. Het is 5 jaar geleden. Dit is 99, dat was... Toen die hele situatie rond Kosovo speelde, met al die mensen die ze waren allemaal... Nee, die weken uit naar Albanië. Ja. Albanese waren het. Zijn ook moslims, hè, vandaar het hoofddoekje op die achtergrond. Ja. Dit is mijn lieveling. Ja? Ja. Oh, ik zou erop zetten. Maar trouwens, je erft toch alles. Dus je kan hem altijd eruit pikken. Oh, maar zo. Ik vind dat hij op een magistrale plek hoort. Ja. Nou, jouw collectie is toch een magistrale plek? Nou, nee. Hij moet echt gezien worden door vele, vele mensen. En dan geeft hij een bruiklijn. Ja, precies. Echt mooi. Je werk moet gezien worden, Constant. Over de hele wereld. Het was iemand die heel erg begaan was met het lot van mensen. En ja, wat er nu ook weer gebeurt, dat zou hem enorm activeren in zijn werk. Ik denk dat er voor onze samenleving enorm veel te halen valt in de ideeën van Nieuw-Babylon. Om nog maar te zwijgen van hoe het eruit ziet. Want het is natuurlijk zo fabuleus mooi werk. Het prikkelt zo en het zet zo aan tot kijken en tot nadenken. En tot fantaseren misschien ook wel. Ja, ik vind het echt geweldig. En ik voel ook dat hij zo blij is met wat we voor hem doen. Daar is hij echt. Ik hoorde hem bij leven soms al zeggen, ik wist niet dat je zoveel van me hield. Dat hoor ik hem nu heel veel zeggen. Ja. Het belang van Nieuw-Babylon en van Constant wordt misschien pas over 150 jaar echt goed begrepen. En ik denk dat hij dan in het rijtje zit. Vermeer, Rembrandt, Van Gogh, Mondriaan, Constant. Dat heeft nog tijd nodig. Het is nog te dichtbij.
Maar hij is het ook waard. Ik bedoel, het is een kunstenaar die zo'n prachtig oeuvre gemaakt heeft. En ja, daar kunnen Damien Hirst en Jeff Koons niet tegenop. En het wordt tijd dat de echte kunst ook doordringt tot de ogen der mensen en tot de ziel der mensen. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Stel je voor, je neemt een andere deur van het labyrinth en je kiest voor het avontuur. En je bouwt steeds weer nieuw. En dan niet alleen jij, maar ook de ander en velen. En wellicht ontstaat er dan iets, iets anders. Een soort nieuw Babylon of een nieuw nieuw Babylon. Met een betere samenleving. Stel je voor. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all.